Het verkeerspark in Assen houdt de deuren voor het tweede seizoen gesloten. Volgens eigenaar Herman Jasper is dat goedkoper dan wanneer het wel open gaat. Nou, bij het verkeerspark staat verslaggever Petra Wijnsema. Petra, wat is er allemaal aan de hand? Ja, het park staat sinds vorig jaar te koop, dus nu voor het tweede jaar dicht. Het draaide al een tijdje met verlies en er waren plannen om het wat leuker te maken, bijvoorbeeld voor oudere kinderen. Het idee was ook om partytown, om dat wat weerbestendig te maken. En het idee was ook om het te moderniseren, de bestaande attracties. Nou, dat plan, daarvoor wilde de gemeente Assen wel garant staan, maar de provincie niet. In individuele gevallen is het gewoon voor mij heel moeilijk om ook uit privacyoverwegingen uitspraken te doen. Maar in de breedte kijken met de gemeente Assen naar de ontwikkeling van het gebied, dat is interessant als wij recreatieprovincie nummer 1 willen zijn. Gemeente Assen is daar eerst aan zet en natuurlijk zijn wij zeer geïnteresseerd in hoe dat daar verder loopt. Ja, Petra, de grond is van de gemeente Assen. Wat zegt die? Nou, de gemeente Assen zegt, Ruud Wiersema die kon niet voor de Kamer reageren. Die was elders in het land. Maar de gemeente die laat wel weten, het is een zaak van de ondernemer. De gemeente faciliteert alleen. Dus wij zijn even de straat opgegaan om te vragen wat de Assenaren ervan vinden dat het park nu voor het tweede jaar op rij dicht is. Dat is heel jammer. Ja, ik kwam er als kind. Ik heb zelf 2 kindjes. Vinden het ook leuk. Die vroegen toevallig nog, gaan we naar het verkeerspark? Toen zei ik, nou nee, die is dicht. Dat wouden ze niet geloven, maar ja. Jammer, maar ja, het zal te maken hebben met te weinig bezoekers. Ik denk dat het jammer, maar helaas. Nou, de laatste keer dat ik er was, vond ik het ook eigenlijk niet zo heel veel meer voorstellen. Dus ja, ik mis er niet zo heel veel aan. Maar ik weet nog wel van vroeger, toen ik klein was, vond ik het wel heel erg leuk. Het is niet echt met zijn tijd meegegaan, heb ik het idee. Vandaar, ja. Ging je er wel vaak heen? Nee, ik ging er wel vroeger heen met mijn opa en oma. Maar nu niet meer? Nee, nu niet meer. Vond je het leuk? Ja. Ik vind dat die weer open moet. Want het is, ik was er vroeger ook en ik was er altijd blij. En mijn neefjes komen er ook. Dus ik vind het verkeerspark moet weer open. Nou, 1 keertje geweest. 1 keertje geweest. En vond je dat toen leuk? Beetje. Mocht er iemand zijn die denkt, verkeerspark moet ook open blijven en ik wil het doen. Bij deze, doe het. Nou, duidelijke taal, Petra. Hoe gaat het nu verder, denk je? Ja, het verkeerspark is natuurlijk in de buurt waar al heel veel is op het gebied van recreatie en toerisme. TT-circuit, niet te vergeten. Ook nieuwe plannen voor het Fashion Outlet Center. Maar het is Herman Jasper, de eigenaar, is nog niet gelukt om een ondernemer te vinden die het wil overnemen. Hij zelf wil niet reageren voor de camera, dus ja, we weten het niet wat de stand van zaken daar verder is. De website vermeldt tijdelijk offline, maar of dat definitief wordt, dat zal de komende tijd blijken.